Hallo luidjes, super tof dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is Raoul. En ik ben Alyssa. En wij gaan vandaag op avontuur naar het onbekende. Goed, het is tijd om het dartpijltje te gooien om te kijken waar we naartoe gaan. Oh, dit is water. Anders waren we echt gewoon heel dichtbij. Ja, dan waren we er al bijna, maar het is water. Goed, gooi jij dan maar. Oh, hij is terechtgekomen hier in Utrecht. En we moeten nu kijken welke plaats daar het dichtstbij ligt. Oh, hij is eigenlijk terechtgekomen midden in Zeist. We gaan naar Zeist. Nou, lekker wel. Ik vind het een goed plekje. Oh. Ja. Ja, ik vind het wel een fijn plekje, denk ik. Niet heel ver weg, ook niet heel dichtbij. Nee, laten we gaan. We zijn aangekomen in Zeist. De dartpijl heeft daar natuurlijk voor bepaald. Maar nu is het aan ons om een leuke activiteit te vinden in Zeist. En ik denk persoonlijk dat het nog best moeilijk gaat worden. Er zijn wel heel veel mensen op straat. Dus ik denk dat het heel leuk is als we gewoon allebei wat mensen gaan vragen. Of hun leuke ideeën hebben voor Zeist. Qua activiteiten. Dus misschien wat verschillende generaties. Ik breek even in voor een klein beetje uitleg van de situatie waar je nu naar kijkt. Want ik ben bezig geweest met het opnemen van een nieuwe serie. En dat is Erbuit op de Bonnefoy. Het idee daarachter is dat wij op een willekeurige manier ergens heen gaan. En dat was in dit geval dus met een dartpijl in een dartbord. Op de locatie gingen we mensen vragen wat we daar konden doen. En dat ging ongeveer zo. Maar wat is er te doen in Zeist? Geen idee. Want ik kon niet dat Zeist. Oh, nee, dat is lastig. Dankjewel. Ja, dat was dus niet zo'n succes. En daarom is deze ook terechtgekomen bij de beelden die niet online zijn gekomen. Omdat dit eigenlijk een beetje de testversie is van de serie die jullie binnenkort op dit kanaal gaan zien. We zijn aangekomen in het slot van Zeist. En dit slot is best wel heel bekend. Want hier is onder andere Sinterklaas opgenomen. Sinterklaas? Wat? Klopt, Sinterklaas. We zijn aangekomen in het slot van Zeist en dit is wel heel bekend. We zijn na een paar tips zijn we aangekomen in het slot van Zeist en dat is een heel bekend slot, want daar is onder andere... We zijn na een paar tips zijn we aangekomen in het slot van Zeist en hier beneden kun je de geschiedenis van dit slot en van Zeist leren. Dat gaan we als eerst doen en dit slot is best wel heel bekend, want hier is de... Dit slot is heel bekend, want hier is... Dit slot is heel bekend, want hier is Sinterklaas is opgenomen. Het ging gewoon goed ook, hè. Dit slot is heel bekend, want hier is... Ja, het ging goed en dan lach jij. Dit slot is heel bekend. Het leuke van het slot Zeist is dat het voor veel van jullie waarschijnlijk gewoon bekend is als het huis van Sinterklaas. Want daar komt hij het meest in voor. En ja, daar is hij ook wel het meest herkenbaar van. Het is gewoon heel groot en hier binnen beneden krijg je een klein blikje van wat er allemaal te zien is. En daarnaast hebben we nog een activiteit erbij gekregen en dat is de beeldenroute van Zeist. Die gaan we zo meteen ook even lopen. Het leuke van dit slot is, ook als je deze posters bekijkt, vroeger was Zeist gewoon iets minder bebouwd. En in 1895 is dit ook helemaal verbouwd, want van buiten zag het er iets ouder uit. En van binnen ook. En het is helemaal gemoderniseerd. Er is een mooie tuin omheen gekomen en het heeft ook heel veel verschillende eigenaren gehad. Wat heel leuk is aan dit slot, is dat dit het eerste slot was in Nederland wat gebruik maakte van schuimkraan. Die kon je openschuiven en weer dichtschuiven. Mocht je nu echt wat willen leren, bezoek dan het slot Zeist gewoon zelf. Want voor ons is het tijd om te kijken naar de beeldentuin, toch? Jullie mogen raden, zijn het frikandellen of Turkse pizza's? Oké, uit de beeldentuin had vast wel ietsjes meer gehaald kunnen worden, maar daarom zijn dit ook de nooit getoonde beelden natuurlijk. We hebben vandaag een bezoekje gebracht aan Zeist en we zijn er een stukje doorheen gereden. We hebben verschillende dingen bezocht, maar qua uitjes niet heel veel te beleven. Nee, veel wacht tegen inderdaad. Ja, ik had er meer van verwacht. Ja, ik ook. Ja, het is als je van cultuur houdt,
is het wel heel mooi. Mocht je van voetbal houden, dan is het KNVB Campus is ook mooi. Daar zijn we eventjes geweest, hebben we niet gefilmd, want er was op dat moment helemaal niks te doen. Niet zo bruisend als dat ik had verwacht. Nee, ook niet als hoe we hadden gehoopt inderdaad. Mocht jij trouwens hier in de buurt wonen en zeggen van, goh, jullie hebben het helemaal mis, dit en dit is leuk om te doen, laat dat even achter in de reacties, want dan komen we gewoon nog een keer terug. En gaan we het wel doen. En gaan we het wel doen, ja. Want wij konden op deze dag niks ontdekken. Nee. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. Bedankt voor het kijken. En tot dan. Tjus.